Bij de proefrit bleken de achterremmen helemaal niet te werken. Na lang zoeken bleek dat deze leiding helemaal verstopt was. Met een stuk ijzerdraad heb ik een soort lange boor gemaakt en daarmee is het uiteindelijk gelukt om die leiding weer helemaal vrij te maken. Bij hermontage van alles bleken de achterremmen het nu wel goed te doen. Het wordt tijd om de koplamphuizen op te gaan bouwen en in de spatborden te zetten. De vorige eigenaar helpt mij nog steeds flink met allemaal, ja, met name mooimaakklusjes. Zo heeft hij deze koplamphuizen helemaal de oude laag eraf geschuurd, zodat ze weer een mooie kleur hebben en daarna een dun laagje blanke lak eroverheen gespoten. Dus deze ga ik nu netjes opbouwen. En dan heb ik hier de tweede nieuwe reflector. Nu dit mooie roestvrijstalen randje erop gaan zetten. Ik heb hier lekker veel sandersvet gedaan. En daar komt het koplamphuis. De laatste tijd niet zoveel gefilmd, maar best veel gedaan. Met name afwerkdingen. Er zit nu bijna compleet een mooi leren interieur in. De voorstoel en de achterbank. Voor de rechtervoorstoel moet nog wat gedaan worden. Wat ook veel werk was, is de deurpanelen er netjes op zetten. Want voordat die echt goed blijven zitten, ja, ben je een hele hoop tijd verder. Dit soort details ook gedaan van het leer erop, hè, en de pallas bekleding, roestvrijstalen bekleding erop gezet. Ook de dorpelbeplating er netjes op gezet, zodat nu ook de bekleding erop gezet kan worden. Raamsnorren binnen en buiten zitten erop. En nou wordt het tijd om ook, ja, de zijstrips en de onderstrips erop te zetten. Het blijft elke keer weer bijzonder om die mooie new old stock onderdelen die de vorige eigenaar in de jaren 80 verzameld heeft uit te pakken. Strips zitten er nu rondom op, bij de deuren en de schermen. De roestvrijstalen strips van het dak wacht ik mee totdat er een definitief dak op zit, want er komt nog een dak met schuifdak op. Het begint nu echt wel een fraaie auto te worden zo. Voordat ik serieus ga rijden met de auto,
heb ik eerst de olie van de BorgWarner versnijdingsbak ververst en ook het filter vervangen. Het karterdeksel is er afgehaald en dan zie je hier het oliefilter. Dat oliefilter moet ook periodiek schoongemaakt worden. Nou, een leuk detail is dat er hier een magneetje zit. Dat magneetje is om fijn ijzervijlsel op te vangen. En er zat inderdaad wat fijn ijzervijlsel aan, wat ik netjes schoongemaakt heb. Nu alle oliën ververst zijn en dus ook de versnellingsbakolie ververst is, kan ik voor het eerst serieus gaan rijden. En wat rijdt deze auto bijzonder? En zo'n BorgWarner vind ik ook een hele bijzondere beleving.